Kick and Rush, de Premier League podcast van Friends of Sports. Dag, vrienden en vijanden van de Premier League. Uh, nieuwe aflevering van Kick and Rush, seizoen 5. uiteraard. Dat weet iedereen <laughs> dat het seizoen 5 is. Uh, welkom, uh, Leroy Deltour. Hey Tim. Welkom Jelle Tak. Hey Tim. Ik ben Tim Wieland, uiteraard. Uh, we gaan van start met even terug te blikken op onze eerste speeldag en al onze voorspellingen van vorige week meteen de vuilbak in te droppen, ongeveer toch? Zal uh, wel. Buiten een paar. Buiten een paar. Ik ben tevreden van mijn voorspellingen. Eigenlijk. Serieus? Ja, ik ben blij dat ik Chelsea zo hoog gezet heb. Ja, <laughs> oh, kom op. op. Eén ik... maakt talenten niet. Ik ben blij dat ik Everton zo laag gezet heb. <laughs> ik ben blij dat ik Newcastle boven Villa heb. Jullie hebben het allemaal omgekeerd. Ik vind ja, Newcastle... Ik vind, ben blij dat ik Brentford hoog heb. Want die hadden niet veel last van Tony die er niet was denk ik. Man United zou ik kennen dat. Maar well, Ik laat u verder doen, sorry. Nee, 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 nee. want inderdaad, het is zoals gezegd: uh, qua degradanten hebben we er eigenlijk de, de drie zwakste ploegen zijn dan Luton, Sheffield United, Man United. Dat zijn dan de drie zakkers. <laughs> dat klopt. <laughs> nee, ja, echt waar. Als je naar dit weekend kijkt. Dan is de prestatie van Manchester United bij het zwakste van, van de hele Premier League? Sowieso. Ja, ik vond het ook. Ik vond het echt waanzinnig slecht in het midden. Huh? Die hadden geen middenveld. Enfin, uh, dat is voor later. We gaan beginnen met het begin. Want uh, vrijdag uh, begon de Premier League met Burnley tegen Man City. Man City als uitredend kampioen. Uh, gedaan wat ze moesten doen. Hè? Ik was blij dat er een match was voor de NAFPOM-challenge, <laughs> zodat ik nog iets weet van dit weekend. Uh, maar ja, het was eigenlijk. Ik had in een bakje in, uh, ja, aan, de, aan de rust konden het afzetten. Hè? Alhoewel dat Bernie wel. De Ze score is best. misschien iets te zwaar. Nee, oh, niet te nee. zwaar, nee. Ze uh, deden hun best, dat was verdienstelijk. Maar, ja. Er zit wel iets in een Bernie. Maar ik weet niet. Ik vind het moeilijk inschatten of het door adrenaline van de eerste speeldag was. of dat het echt door het aanwezig talent is. Al dat kiel was goed, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Om even een landgenoot een shout-out te geven. Uh, maar ja. Dat die Haaland er gewoon weer binnenjast alsof dat niks is. Um... Dat je met mijn jongens van Cerclebrugge en Westerlo niet gaat redden tegen dit Manchester City, dat konden we wel verwachten, ongeveer. Hmm. En dus, zoals gezegd, was, het was verdienstelijk, maar City op 60 Ja, dat 50%. leek zo. Ja. Jammer van Kevin weer, maar dat gaat er lang uit liggen, denk ik. Ik denk dat ze geen risico gaan pakken. Maar ik vond het vooral opvallend dat ze Caro uh, was hè, gaan interviewen voor Play Sports. En daar had hij gezegd dat hij eigenlijk nog niet 100% was. En... Maar ja, is dat dan niet gewoon qua vorm? Ja, want want maar hij dan, hij... waarom zet je hem ik... al in zo'n match? Allee, ja, gewoon... Pep, Pep heeft achteraf gezegd: het is mijn schuld. Wat ja, ja. zet dit nog doen toch ook Een maar... kleine mea culpa geslagen. Ja, natuurlijk. Waarschijnlijk ga ik ervan uit: ik vervang hem na 50 minuten. Ik laat hem, of ik laat hem de eerste helft mee doen. Hm. Zodat hij inderdaad wat minuten opdoet. Want ik ben er wel van we overtuigd dat hij fit was. Dat hij geen last meer had. Want hij heeft heeft dat tegen Philippe Joos ook gezegd na, die, na de wedstrijd. Van, uh, ik heb twee maanden keihard gewerkt, elke dag mijn schema gevolgd. om van die blessure die hij had opgelopen in, in de Champions League finale. om daar, om daar verlost van te zijn. Maar en dan is het nu net hetzelfde. Is dat is waar. Dat maar overkomt. die blessure was ook al lang bezig. Hè? Hij heeft die eigenlijk opgelopen nog voor, voor Real Madrid, nog, hè? voor die halve finale. Ja. En zo. hij en heeft er daarmee gespeeld, ja. dat, terwijl dat pijn deed. En dan is, hij zei zelf: in die finale is het dan, is dan compleet. Mm -hmm. Uh, gescheurd. Het, is, het, is, ja, het zijn spieren hè? Dus dat is altijd net iets moeilijker dan, dan gewoon een een, een beenbreuk of dit of dat. Ja ik. Je weet ook niet. Ja nee, dat die... maar dat, bij ja, een nee, beenbreuk weten van had zes. Heb ook iemand mijn been gebroken? Dan zes weken gescheurd. Ja, ja, ja voilà. Zes weken en, en heen, dan, dan ja. kan ik terug beginnen. Maar Klops. nu weet het niet hè. Nu zat er daar een vraag tegen. Wanneer ja. dat hij terug kan komen. Dus. Hij, gaat wel een tijd pakken voor de Hij wilde gewisseld worden om op tijd op de Nafpomp Challenge te zijn in uh, Roeselaar, want dat was wel wat reizen. Ik wou wel nog wat randanimatie van bij de wedstrijd bespreken. <laughs> <laughs> want op zich, het was de match zelf moest je niet gezien hebben. Maar ik wil één, uh, even de, de Bernie fans daar mogen we toch iets hogere verwachtingen van hebben. Boegroep bij het knielen, uh, een aansteker naar het hoofd van, uh, van, van Rico Lewis. Peps en clown gedrag ben ik ook weer al be... Ja, maar jij zit er toch geweest? Die mensen van Burnley zijn toch de mensen van ja, Burnley? We hebben zo'n op café tegengekomen. Ja? Maar ik verwacht precies omdat die door Company heropgevoed zijn dat dat een heel andere stad geworden is. Dat is dus niet. Nee, dat is niet. Company is nog altijd een vreemde in de stad ja, Burnley. Zeker geen een magic wand erbij. om uh, die stad om te toveren in. Uh, ja. Ja. Nee, is, Burnley is nog altijd Burnley. Okay, het is enkel een sportieve mirakel gebeurd, nee, <laughs> niet geografisch gezien, dat maar, al iets, um, of demografisch gezien. Um, maar Pep, voor de camera aan de rust, iedereen heeft denk ik wel de beelden gezien. Hij duwde wel de camera weg. Hè? Wel, dat vind ik al boertig bijvoorbeeld, want die cameraman is gewoon heel goed zijn werk aan het doen. Ja. Hou dat toch tot in de kleedkamer, dat denk ik. Dat vind ik dan. ook, dat was direct mijn eerste reactie ook. Ja, ik, ik, doe er niet, ik heb er niet speciaal aan gestoord. Pff, hij hij doet, doet het wel altijd. We zijn het gewoon hè, dat hij dat doet. Ja. Ja. Het uh, is ook entertainment, want het geeft ons weer stof om over te, om over ja, te praten. Van, dus ik, ik vind het niet zo erg dat hij dat doet. En, 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 dat is in de heat of the moment ook gewoon. En die mensen wil gewoon ja. daaraan zie je dat hij niet wil dat er, dat er verslapping in zijn, in zijn selectie komt. En dat was nu een of ander feit dat vlak voor die Rust gebeurde. Een, een paas van Bernard Silva, die geen paas gaf aan Haaland, die dan misbaar ah, boos, maakt ja. over het feit dat hij die, die bal niet krijgt. Ja, en daar, dat hij daar dan op reageert, nou, ik vind dat echt niet erg. Maar wat mij maar, het, is, het is opvallend. Ja. Wat mij betreft, wel hun statuut als uh, titelfavoriet. Gundogan. Het zal wel gemist worden, misschien niet in de match tegen Bernie, maar ik heb er niet echt bij stilgestaan dat hij er niet bij was. Nee, ze zijn niet echt getest, dus ik blijf bij mijn, mijn voorspelling, dus we zien wel. Okay. Ga wel zei... naar Roeslaar, hè? Nee, nee, nee. Ik vind, dus, ik vind het een belangrijk moment in de geschiedenis van Kick and Rush. <laughs> ah. <laughs> de naftpop-challenge. Hallo. <laughs> Ik, ten eerste, Jacob is er niet, maar dat is niet omdat hij uh, niet kan. Hij, is, hij heeft wel degelijk overleefd. Hij heeft nee. het waardig goed gedaan. De, de, zeer de, er, goed gedaan. Wa, de eindconclusie, 14 punten in 10 uur, dus dat is samen 24. Uh, ik denk perfect getimed zodat we de laatste match konden meepikken. Uh, wat dan... Uh, As -en Newcastle Aston Villa. Kijk, ik kan de proeven juist zeggen door ons voor Newcastle Aston -Villa. As Villa was, want ik wist weer al echt niet meer of het thuis of uit was. Uh, dus hij heeft het met stijl gedaan. En ook fijn dat er uh, wel wat fans bij aanwezig ja. waren. Wel puur West-Vlaamse fans door de regio, maar uh, een heel mooi tankstation, een unieke ervaring. We zijn allemaal mooi samen in blote bas geëindigd. <laughs> dus op wat iets het... een initiatief was dat. Uh, wel, toen, was ik, ik, toen was ik er nog niet bij. Ik, ik, was, ben ja. ik ben teruggekeerd naar mijn wedstrijd, naar Everton Fulham. Uh, ben ik nog naar daar gereden en, en ja, dan zat iedereen daar ja. in bloot bovenlijf. Ik had daar een kunnen over opgelaten van misschien moeten we de laatste match in ons bloot bovenlijf doen, want jullie kennen mij natuurlijk. En er was een van die mannen die daar wel echt zo fan van was en die dat om het kwartier ook kwam checken van hé, hey, we gaan de laatste match nou echt een blote bas doen hè. En dan hebben we beslist uh, dat we, ja, dat om dat een om dat blote bast te doen en uh, ja, het was, ik denk eerlijk was gezegd, je... wat mij betreft is, is het voor herhaling vatbaar. Dus ik, ik wil daar nu al op committen dat we hetzelfde doen met onze vier onderling in de, in de, in de Fantasy. Opnieuw de NAFPOM-challenge, maar dat we misschien een keer in een andere provincie doen ook deze keer. Ja. Zodat jij niet naar de andere kant van het land moet rijden. Echt man, dat was Dat echt. jij niet West-Vlaams moet praten de hele voormiddag. Ah, was dat West-Vlaams? Ja, was West-Vlaams. Ah, ik, ik heb het niet oh, verstaan. En uh, ja, dat er misschien mensen die nu gezien hebben hoe een succesvolle editie was, dat uh, ik denk dat er aan de man of 35 was op een bepaald moment. Uh, Sommige gasten zijn ze afgekomen zonder dat... ik moet jo Joran Duran heb ik beloofd dat ik die ga uh, schofferen, want hij had, hij had de challenge verloren van zijn, van zijn groep. En zijn maat uit Italië is dus wel afgekomen. Uh, maar hij zelf is niet afgekomen voor zijn naphom-challenge. Dus heeft hij de challenge niet, niet gedaan? Nee, dus ik weet niet wat dat, dat zou hier zware gevolgen hebben. Ja, vind ik ook. <laughs> maar, vind maar ik ook. weet natuurlijk, ik kan niet die vriendengroep tot iets zwingen waar, dat ze, waar dat ze geen zin maar in dus hebben. Dus volgend, uh, volgend seizoen, op het einde van het seizoen, gaan we het terug doen? Wat mij betreft wel. Uh, onze vieren ook. Ja, ik ben benieuwd of er nog ergens een tankstation anders in het land is die dat ziet zitten om dat te organiseren. Maar wel echt shout out naar Bite and Ride in de Russenaren. Uh, want we hebben zelf hapjes gekregen. Ik had nog nooit geweten dat biefkortjes in stukjes gesneden <laughs> zo lekker en zo wel gekomen konden zijn. Um, om <laughs> dat is eigenlijk alles wat ik er ervan... ik kan eerlijk zijn. Het is wel geen straf. Eigenlijk moet de winnaar het, de winnaar het doen. Maar voor mij is het alles waar ik ooit van gedroomd heb. <laughs> Ja, ik, wou, ik wou daar wonen ook in dat takje. En als ik middags vertrokken ben, en dan stond hij op voorsprong doen. Ja? ja. Nee, nee, streepjes. Ik heb, nee, ik heb gevolgd met Jacob. Ja? Ik, heb, nee, ik wou hem ook niet vernederen ga... op zijn eigen challenge. <laughs> <laughs> ik wou het ook niet, zijn, kinderen, zijn kind was erbij, zijn vrouw. Ik moet hem ook niet allez, in zijn niet kleine kleine waarde laten. Ja, ik moet hem een beetje in zijn waarde laten. <laughs> nee. dan. Er was wel een andere die wel, uh, De Italiaan, ik kan eerlijk zeggen, een Andreas. Uh, die gaat hè. Ja, Maar die is wel stilgevallen rond 4 uur, is die wel even zijn klopke gehad. Maar okay. Ik was wel onder de indruk, maar die jeugdigheid. Hè. Snel gaan, hè? Ja. Voilà, de echte analyse van het weekend, de belangrijkste analyse. <laughs> ja, wat is gebeurd. ja, maar oké, okay. het, het goede was, er stond ook een TV, dus vanaf uh, de eerste match uh, op zaterdagmiddag Arsenal thuis tegen Nottingham Forest uh, konden daar volgen ja dat was fijn om eens naar zo'n wedstrijd te kijken maar een Arsenal fan in de buurt en wat mij weer opviel is Arsenal fans moeten meer zelfvertrouwen hebben dat is echt dat is er zo ingebakken bij hen die onzekerheid dat het gaat mislopen want alles liep van lijn en dagje Arsenal was goed uh, allez, voor zover verbeter mij als ik iets zeg, want ik was niet 100 procent meer uh, het was niet zwaar overtuigend, maar ze waren uh... Best, best wel oké, okay, zou ik zeggen. Ja, ze, ze hebben op het einde, hebben ze zich, zichzelf gewoon onnodig in de problemen gebracht. Maar een assist van Martinelli wil ik wel even een, een, een fantastische shout-out geven. Dat was ja. toch bewust? hè? Niemand is, twijfelt eraan dat dat bewust was. Hè? Ja. Jij twijfelt daaraan? Ik, ik, ik denk dat hij, Wat probeert hij anders op dat moment? Ik denk dat hij, denk dat hij gewoon zich, zichzelf erdoorheen wil loodsen. En dat nee, dat, dat niet, kan niet. Dat, dat kan ik, niet. Want, want hij niet draait niet in die richting de bal nee, spelen. Nee, Dat denk ik. kan niet. en ja. hij draait naar de andere kant. Ik had er mijn dus, twijfels over. Volgens mij is het ook bewust. Heel bewust. Maar we moeten dat Geven. Hé, nog altijd. En dat heb ik bij iedereen. Dat is niet omdat hij een van Arsenal is of zo. En Ketja scoort die een bal dan. Die wijkt nog, ook nog af. En dan loopt hij naar die... Weg keer. van de assist ik, Hij moet naar Martinelli lopen. <laughs> ik kan daar niet tegen. Een helemaal akkoord, ja. Een helemaal akkoord. Ah, zo'n geweldige assist. Je ja. krijgt die een bal. Oké, okay, je shot die dan binnen. In het midden van de goal. Die wijkt nog af ook. Dus het is niet dat je een wereldgoal hebt gemaakt. Dan zou ik nog durven zeggen... Oké, okay, ja, je zit een beetje zot van glorie. Maar... Zo'n assist hebt gekregen. Het is, twee het is natuurlijk ervoor. wel een belangrijk moment voor hem zelf ook. Want ja, ik denk dat hij wel een beetje ter discussie staat: van wat is zijn plaats? Ik denk... Er gaat ga er... zeggen, ik was verschoten dat hij in de basis zelf stond. Ik had Trossard verwacht ja. uh, als, als Valse negen. Of, of volgens Martinelli, of haversdiep. Dus ik was verschoten en hij uh, haalt uiteindelijk zijn gram door dat doelpunt te maken. Verder ben ik het ermee eens. Uh, uh, dan ja, de goal van Saka. Dat was weer een voorbeeld van. Als de camera perfect staat mm -hmm. op de live, kan een goal er zoveel beter uitzien. Als dat in de tweede helft gebeurt, dezelfde hoek, ziet die goal er nooit zo goed uit als waar dat de camera nu stond en waar hij nu binnenvliegt. Waardoor dat je perfect die krul zag. En... Maar wel een cadeautje hè, van, van Nottingham Forest. Van Gibbs White, die daar eigenlijk ja, de bal gewoon moet wegtrappen. Want Forest was op dat moment zwaar onder druk. En. en... Geen bal meer kunnen vasthouden en... Ja, maar dat is de, dat is de Premier League. Hè? In, in de Pro League kun je drie keer de bal afgeven en dan gaan ze hem niet zo binnen kunnen vandaar. Oké, okay, misschien drie keer, één op drie. <laughs> Frans Borin, misschien wel. <laughs> uh, dat kan wel. Maar uh, doe het niet zo van hoe dat hij... En nee, nee dat toch? niet. En dan, Parel van een doelpunt. En dan komen ze nog in, in, in de shit en... en ja, smatches. omdat Taiwo komt, hè. Ja. Dat is toch een groot verschil, hè. Voor als Nottingham Forest dit wil redden, dan een goeie Taiwo... Uh, en dan zeker Absoluut, op die thuisreputatie, ja. dan moeten ze zich denk ik niet 100% zorgen maken. Zelfs al hebben ze verloren op, op Arsenal. Ja, ook opvallend dat er maar twee nieuwkomers waren in vergelijking met vorig jaar, natuurlijk. Uh, en dan ja, nog, nog kloten voor Arsenal is, is Timber. Die zijn kruisband is officieel gescheurd of een ja, letsel. Dus een letsel hebben ze letsel, steeds. Het moet nog onder, verder onderzocht worden. Maar... Ja, het is een, een langdurige afwezigheid. Het is niet zo erg als de andere daar. Het is niet zo erg als Minx. Dat, dat, dat zag je gewoon knappen. Ja, dat was echt een lelijke uh, beweging, maat. Ja. Ik voelde het opnieuw in de mijnen ook. Maar, um... Die had ook pijn. Dat is, dat is ja, dat een beetje van een kerel. Hij had al last in de eerste helft. Aan ah, zijn had... knie ook. Ja, dus hij had daar al eigenlijk moeten zeggen van. Gaan. Maar goed, ik snap het wel. Hè. Het het als is dat concurrentie of zijn plaats. Het is uw debuut en, en je, wilt, je wilt het goed doen voor uw nieuwe club. Ah, en, Timber. En... Het gaat over Timber. Ja, ja. Ah, sorry, ik dacht dat over ging. Nee, 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 over Timber. Dus ja, ik snap wel dat hij daar dat hem daar toch nog probeert en, en, en de rust dan zal hem waarschijnlijk wel even opgelapt zijn en, en... Ja, net gevaarlijk. die rust het afkoelen, oh. hè? Het afkoelen en dan. Dus ja, het was vlak ja. kort na rust, hè. Dus uh, ja, dat is heel spijtig voor die gast. En dan heel on Premier League, een half uur vertraging op zaterdag. Daar gaan we toch geen gewoonte van maken? Net, ze waren niet klaar. Hmm. Het e-ticketing systeem bij Arsenal. De... Ja, de wifi was daar wel slecht, hè? Er <laughs> is geen wifi. Ja, dus als het probleem is als die bakjes waren aangesloten ja, om de wifi. Ja, misschien heeft dat daar wel mee te maken. Ja, ze moeten daar iets, 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 iets gaan, uh, gaan okay. uitvinden. Ja, maar maar mee... ik vond nu wel ook, okay, puur, puur sportief dan. Als je het dan over de, de nieuwe gasten hebt, die zijn nog, nog niet fenomenaal ingepast. Er was ah, nog geen chemie. Geen, uh, geen, geen, uh, Rice wist niet echt goed wat hij moest doen. Maar het was ook een uh, raar systeem, Havert. hè. Ja, een party, party die vanaf rechts recht moest komen, ja. het was een... Ik weet niet of hij het experiment gaat herhalen. Nee, dat denk ik niet. Het was nu niet echt uh, een, een geslaagd experiment. Dus. En dat het een beetje een voorbeeld is dus van, ik wil mijn elf beste spelers ofzo aan ja. een aftrap krijgen, eerder dan... En we passen ze wel in, ergens. ja, ja. En, ah ja die wil ik er ook op, uh, die <laughs> zet ik uh, daar. En, uh, en, en Ketya stond er wel op, dus... Ja. Maar... Nee, nee, dus er is... zou wel een plan achter gezeten ja, worden. Ik was met mijn zonen naar de eerste de lijst met spelers gewoon aan het kijken, zonder posities. Mm -hmm. En we dachten ook: van, uh, wacht. Ik dacht dat Parties traag die... ging spelen wacht. en dat ja. White weer rechts ging staan. Ja, hoe gaan we ja, die dan ja. zetten? Ja, maar nee, White moest dan in een driemansverdeling. Ja? ja, dat was. Nee, dus allee, hey, wij waren ook aan, t, aan het puzzelen. Ik hoop gewoon dat die Gabriel weer in de ploeg komt. Of... Ik sta in de shit naar mijn fantasy daarvan achter. Man. <laughs> dat zijn uw zorgen. Dat is helemaal alles aan grootste zorgen ook op dit moment. Ik ben dedicated. Ik heb er in. Okay. Goed, uh, s in. of nee We gaan eigenlijk best eerst naar Newcastle. Omdat die vorig jaar toch ook top 4 geëindigd zijn. Uh, ja, de 4-uur-wedstrijden waren niet echt. Uh, nee, niet. om over een nee. reis te schrijven. Je hebt <laughs> dan... weer de slechte match van alle matchen gekregen. Maar nee? ik vond echt geen slechte match. Ja, is dat dan omdat. Het gaat over Everton Foolen. Ja, voelen, dat waard, we moeten eens naar die samenvatting kijken. Er waren heel veel kansen. Maar met. vaak uit onkunde. Wat onkunde? <laughs> ja, oké, okay, nee, dat was gewoon het dieptepunt van een af te pompen. En ze doen, gewoon nee. geen spits hebben bij Everton. Nieuw ja, West een spits, Valt, die, die trouwens eigenlijk. na de match weer een bagger over zich gekregen heeft. Ja. Die zondag dan jarig was, of, of gisteren jarig was. Dat is niet echt zijn week. Dus ja, die miste gewoon drie, vier opgelegde kansen. Leno pakt alles. Want dat was in principe wel een, een, een deftige prestatie van Everton. Dus, dus daar kunnen ze zich wel aan optrekken, behalve dan het feit dat ze wel met nul no punten zijn. achterblijven. En, en. Ja, die hebben vorig jaar in één thuiswedstrijd meer dan één keer gescoord. Zou er eens een abonnement verkopen, een, niet? Een, een, een 3-0 te, <laughs> tegen Crystal Palace. Op een verdwaalde zaterdag onder Frank Lampard nog. want een manager. En voor de rest vier keer 1-0 thuis gewonnen. Ja. En één keer ja, op Brighton gaan winnen 1-5. Dat waren de, de zegen onder Sean Deutsch vorig jaar. Oké, okay. sorry dat ik te streng was dan voor Everton. Ik steek het op. Nee, de... nee, maar het is, het is wel het, het pijnpunt dat blootgelegd wordt he, bij Everton. Ze zoeken nog een spits. En, en, en ze hebben nu die Youssef Shermiti, een jongen van 19 van ja. Sporting Lissabon. Ja, vorig jaar ook gezien. Jij hebt hem ook gezien, spelen. Ja. maar, maar ze zijn aan het leuren met Amadou-Anna op dit moment. He. Uh, Amadeuana wordt genoemd bij, bij Manchester United, ja. maar ze willen er 50 miljoen voor omdat ze een spits willen gaan halen. De, en dat er is door oh, de bouw er is er geen geld. Ja. Is er geen geld? Nee, om, no, nog erger. Hè? De, de facturen zijn echt. Ja. Het maal, is van 500 naar 760 maal, miljoen. Ja. Ja, dat, is echt, dat is bijna 40 procent erbij. De stijging hè. van materiaal, de grondkosten. En, uh, en, alles, de, ja, alle, alles alle bouwkosten. Alles sportuur, ja. in, in, maar dus op ja. zo'n stadion is dat dan in ja. honderden miljoenen natuurlijk in plaats van een paar honderdduizend. Dus dat is een groot probleem, hè? Ja. Dus ik hoop voor Everton dat ze nog ergens een spits kunnen opvissen. Maar ja. het lijkt me moeilijk te zijn. Ik weet niet of dat het. Allee, fijn. En van de uh, andere vier uur match moeten we gewoon onthouden dat Brighton, Brighton was. En Hodgson, beste beeld van Twitch. Ja, Hodgson, ja, ja, ja. Die was ik vergeten. <laughs> dat was toch het beste beeld van Twitch. Ja, dat is grappig, ja. <laughs> Allee, elke keer als ik denk echt weer Hodgson verbaasd Het was een reactie vastuit. die ik echt niet verwacht had van hem. en vooral Gretig en, ja. en echt, zijn ja. gezicht was briljant. Ja. Hij dat... had hem slecht geslapen of zo. De maar ja, het is, wel, het is wel een rare duw dat hij krijgt, ook. Niet zo de aangenaamste streek. Ja, maar, zo, maar het was ja, is een... net erboven, denk ik. Hij wilde een bal gaan, gaan pakken die buiten vliegt. Max ja, uh, middenvelder van, van, uh, van. Eerlijk, als je zo 76 zet hij je misschien al wat erectieproblemen, snap oh. ik wel dat dat kloten is als je er nog een duw in krijgt, toch? <laughs> Oké, okay. waar gaat dit naartoe? <laughs> hij was pissig. Ja. Laten we het zo zeggen. Ja, Blue maar na de match direct weer kalm. De kalmte zelf, niets gebeurd, Dus uh, dat oké. Okay. moet zijn hart was. Maar ik heb het gezegd, hij gaat ooit sterven in een dugout. Hè. En als hij het zo je doet... Dan niet. Je mocht zo'n dingen niet zeggen. Dat maar die, Dat zou toch voor hem het gelukkigste zijn? Wat zou, zou akelige beelden zijn voor ja, ons. Maar, maar voor hem is meestmaken. dat toch... Nee, nee, nee. nee. Ik ken Wat er mij gebeurt? er een in, in lang uh, Hoe heet die nu weer? Jock Stein. Uh, de, scho ja, de schot, de schot is... uh, volgens mij is die gestorven ja. op de bank. Hè? Maar dus als dat uh, nu echt vredig gebeurt... Kom op, man. Bondscootje ah, van het Schotland. Dat is echt heel cruel wat hij aan het ja. zeggen is. Misschien, misschien ongepast. <laughs> maar voor hem is dat toch... Hij is toch mooier dan ergens nog ziek worden. Oké, okay, dit is echt een absurd gesprek dat ik hem <laughs> Met... Misschien over het volgende. Ja, misschien ja. over het volgende. Over, uh, ja, Want ja. alle twee zo uh, een beetje onzeker over wat gaan die doen van dit jaar... Uh, ik kan Newcastle even goed doen, is Villa goed inge ingekocht. Uh, die, gaan, die gaan een beetje een wagonnetje proberen aan te haken bij die top 6. Maar ff, ah ja, het was duidelijk. Ja, ik vond het Kassel verschil nu niet zo nee, groot. Niet, het is, het is, goed, het is weer. geen 5-1-match. Nee, de uitslag is, is, is ja, te, 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 te ruimen in het voordeel van Newcastle. Ja, maar de kansen dat ze creëren ja, dat ze dat laten is. er nog een stuk of drie ja, liggen. Ja. Dat je denkt. Wat uh, is misgelopen met de blessure van Mings? Ja. Ja, hebben ze match op de Allee. Day ook wel gezegd en ja, het valt ook wel op hoe ja. dat het in de wedstrijd verliep. Ja. Pau Torres moet geen grote analist zijn om ja. dat te zien. Paul Torres weet nu ook dat de Liga niet hetzelfde is als de Premier League. Nee, nee, dat, dat is normaal zijn uur van 6 drie uh, uur in de namiddag. 6:30. Uh, ja, dat was 6:30. <laughs> Zaterdag was veel lastig. <laughs> <laughs> maar die man liep ook overal oh, en, ja, die, die sliep gewoon lang in de hand. namiddag vroeger. <laughs> wist jij dat niet voordat jij niet Paul Torres? Nee. Uh, nee, ik ook niet. Maar Nee, ik vind het ook overdreven scoren. Ja, maar wel, We wel sterk Newcastle weer. Lucas' hè. trademark, hè. Uh, gewoon erbovenop klappen, snel scoren met Tonali, die, die, die uitstekend was, die ja. uh, goed debuteerde, uh, oh, meteen in uh, de harten uh, gesloten bij de, bij de supporters. Ja. Toen Ali. Toenali, Toenali. Ja. Toen. Toen. Ik zag u gisteren een foto, of, of was het vandaag, uh, gisteren een foto op Twitter, dat hij ergens in een restaurant een tafel had gereserveerd, zijn naam stond erop, en dan heeft de uh, baas van dat restaurant ook de selfie gescoord met, met Tonali. Dus die gaat rustig in newcastle upon gaan eten. Dus, uh... Ik vond het echt een briljante goal. Goeie ja, goal, echt waar. Absoluut. En dan die tweede loopactie dat hij ook nog doet, waar, ja. waar hij dan op een goede redding van Martinez, want die haalt er inderdaad wel nog, nog een paar uit. Uh... Veel uitblinkers bij Newcastle. Ik vond Anthony Gordon ook weer ja, ook wel, echt wel sterk. Ja, maar ik heb het er niet voor. Ja, Allee, dat snap doe... ik. Hij, ja, ik... hij doet het ik. goed, hè? daar niet van. Maar. Het blijft toch... Allee, dat dat in stude je studeert nummerkeu dan. De goal van Isaks zijn eerste. Dus hij rijtrap die eerst opzij gaat. Ook Tonali, dan he, met die lange bal. bal van Tonali. Botman die hem ingestudeerd voorlegt, ergens een blok. Hou is toch wel. We ja. mogen die niet, mogen die echt... Ik zeg niet dat we toen, maar we mogen die echt niet onderschatten ja, als, als, als trainer. Heen. Dat ze ermee bezig ja. zijn. Want bij Borloff maar... had hij dat ook vaak. He, van die ingestudeerde nummertjes die goed uitdraaiden back in the days. Dus... Maar een groot probleem, want er mag vanaf dit seizoen. Marijnen, <laughs> ik wou er natuurlijk. niet meer in de neutrale zone opstaan. <laughs> Echt? De dit ja, van een de, kleurt, de ja. rule of uh, ja, nee, dat, ja, eigenlijk maar, wel. Misschien. Jurgen Klopp heeft er zo naar gerefereerd: van, ja, dit is, voor mij is dat, gaat er dat geen probleem zijn, want er zijn andere ploegen. <laughs> en dan Kassel. heeft hem Newcastle ja, net niet genoemd, maar iedereen genoemd. weet wel dat het daarover gaat. Hij heeft ze niet genoemd. Uh, dat Jason Tindall... dan, hey, maar ze kunnen afwisselen. Hè? Ja, hou, hou, mag je dan blijven zitten, hè? Ja. dat mag, hè? dat is geen enkel probleem. Hè? Maar ik zag ook een foto na de wedstrijd, uh, zoals ze altijd doen als ze winnen, uh, groepsfoto. Stond ook wel weer lekker centraal. Ah, ja. Hou ergens uh, rechts achter. En, en, en het grote verschil is dat ze nu een Vitte Callum Wilson kunnen inbrengen een Harvey Barnes kunnen inbrengen. Ja. Uh, yeah. Dat ze zijn versterkt wel. in de breedte. Ja, dat is, maar dat is, het is nodig, in ja, deze match er... <coughs> duidelijk geworden. <coughs> want er komt ook Champions League bij, dus het gaat ook ja. nodig zijn. Maar die match gaat fantastisch zijn. Als die, als die zo, want die gaan in pot 4 zitten. Ja, en die gaan zo groot worden. twee. Uh, Real Madrid dan ja. naar St James's Park. Mag oh, gaan, dat, gaan. dat gaat erop zijn. klappen zijn. Ja, minstens twee toppers zijn we. Dat gaat wel leuke groepen zijn. Die match ga ik al aanvinken, want die wil ik echt zien. Dat is echt ja. fenomenaal. En zijn. dat publiek, dat ja, is fete, dat, fete, dat fete die worden nu al zot. Die fete. zitten nu al iets te zingen over de Champions League en Barcelona en Lazio. Wat was het allemaal? Kom Laten maar af. Maar komen. Ja. Dat is echt prachtig. Kijk ik naar uit. Ja, en, en ik, allee, ik heb ze misschien een klein beetje onderschat. Maar nog altijd om de reden die we nog altijd niet weten: wat gaat hij in de Champions League doen? Ja met uh, hun, allez, hun uh, weekendprogramma. Ze hebben vorig jaar met ook hun... zo'n een, een, een dip gehad. Hè. Ze hebben in begin, heel veel gelijke spelen. In het begin heel veel gelijke, gelijke spelen, inderdaad. Dan hebben ze een, een, een reeks neergezet van 17 op een volgende match zonder, uh, zonder nederlaag. Dan zijn ze doelpunten beginnen incasseren. kasseren. Dan, dan, die defensie was dan plots uh, wat, wat onstabieler ja. geworden. Dus ja, ik verwacht ook wel weer zo'n golvende beweging bij Newcastle dit seizoen. Maar misschien... Iets Gelijk, rustiger zee. De manier waarop dat ze nu gespeeld hebben in die eerste thuismatch vond ik dat is, nog, dat is nog altijd zeker top 4. Ja. Voor mij. Ja. Qua, qua vorm, zo, qua, prestatie top vier, qua, qua waarlijk, voetbal, gaan die vo, voor mij toch zeker in de top 4. Ja, daarom dat ik keihard uitkijk naar de match van volgend weekend: het is de uh, topper tegen Man City komende zaterdag. Zaterdagavond. Dus ja, dat, dat gaat ook alweer. Hey, als ja, als dat zaterdagavond moet dan een trouw. Ja, maar stel je een trouw uit, hè, vriend? Zet ja, ja, ah, daar een trouw. Maar een trouw was allemaal uitgesteld. <laughs> ik trouw niet in het Premier League seizoen. Hè. Dat weet je toch. Zet daar een TV? Ja, bedoel. Alles kan opgelost worden. Ja, ik maak ik er gewoon mee. een afpom-challenge <laughs> vandaag. Bijvoorbeeld. Een, een trouwpompchallenge. challenge <laughs> Trouw toch? Ja. <laughs> Overal mijn eigen TV doen vanaf nu. Nee. En doe voilà. zoals dat normaal is. Lovely. Zondag. Hoogtepunt. Chelsea is niet afgegaan. Oh, in het tegendeel. Alhoewel, ja, wel. dat wel. Even was ik wel bang dat er een afstraffing ging worden. In het begin was Liverpool er aan het overwalsen. Nee, het is kwartier nu... niet, dan wel. En dan helemaal niet meer. Dus Zo dus zou ik het verhaal twee... ja, verhouden. Ja, in het begin was het leuk op en afgaan, ja. denk ik. Dan was Liverpool, na die goal, wisten ze het even echt niet meer bij Chelsea achterin. en was Salah zijn duivels aan het ontketenen. Als die één mm trager is, is het ook gewoon 2-0. 0-2. twee dat scheelde inderdaad niet veel. Hè. En, en, en dan is boeken toe, vrees ik. Maar doordat je door de afgekeurde toepunt in de wedstrijd blijft. En door Chelsea... wat meeval bij de 1-1. Dan komt in de in-de-wedstrijd. Ja, Want wat... dat, zag, dat zat er niet aan te komen: hè. dat Chelsea ge zou gelijk maken nee, uh, dan... Ik zag een nerveuze potje langs, langs de kant. En dan plots die goal, dat uitstekend gedaan is van Chilwell. Die... Afvallende bal die dan eh, subliem wordt doorgekocht, ja. vind ik eigenlijk. Die was uitstekend. De opvallendste man op het veld voor mij, Ook waar was dat echt, hij overal ja, zat. Dat ja. was de, maar er de waren veel uitblinkers. Voor. En dat ja. was, dat was voor mij, was Chelsea eigenlijk misschien wel de verrassing van, van ja. positief. Van deze speeldag, Ja, positieve verrassing? Ja, ik heb toch ook een paar keer mijn ogen uitgevreven. Nee, en dat middenveld was, was. Gallagher fenomenaal goed. Die hebben geen zes nodig, maar ja, ze hebben er nu twee gekocht. Kan <laughs> uh, nou, ook kunnen. Dat is voor, Enzo uh, Fernandez was. was Echt, ja. Een voetballer weer. Maar mocht ook, mocht ook meer naar voren. Mocht hoger spelen, en mocht, hij mocht dat spel uh, ja. echt wel in handen nemen en verdelen. Chill was top. Reese James was, was opvallend. Ja, was weer Reese James eigenlijk op zijn niveau. Jackson is Jackson heel was snel, heel gevaarlijk. Vrees alleen dat het geen doelpunten maken is, maar hij maakt zoveel ruimte voor. voor... Hij twijfelt nog aan. Hij, 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 hij loopt super slim. Nee, denk... Hij loopt super slim. Ja, okay, het is gewoon. Ja. Ik denk dat de, goal, de doelpunten nog wel zullen volgen ja, dat, voor die jongen. Zo dat, ik had gedacht dat hem ging scoren als, daar, uh, als hem daar uh, de tweede half door was. En, en Konaté en nog van Dijk konden ja. nog bijhalen. En ja. ook was, was scherp, en uh, trapt op Allison. En, en eigenlijk heeft hij ook een halve assist op Mudrik, die er meer moet mee doen met die, met ja. die ene kans, of ja. die net iets te ver uitwijkt. Maar het is vooral bijna ook wel een, penalty, bijna, bijna wel een penalty gegeven. Dat handje. Ah ja. Voilà. Ja. Ik had het ja, goed gesnapt als ze hem op de stip Dat de is een 50-50-ding, ja. uh, hè. Dat, als, als, als Taylor daar fluit, heb je daar niks voor te zeggen. Ja. Misschien wel. Maar ik ben blij, laten we dat duidelijk zijn, uh, dat ze daar niet voor fluiten. Uh. Ja, voor mij komt het neer op één iets, hè? Gretigheid, gewoon. Ja? Er stonden elf man op het veld met goesting. En dat hebben we vorig jaar heel vaak niet gezien bij Chelsea. Ja, vorig jaar was het Los hè. Nu is het, nu is het, ja, En ook ja, gewoon zo als, al een ploeg, als een he? als Mecca en zo gewoon durven zetten. Uh, Cole wil altijd het moeilijk in mee met Salah. Ja, iedereen heeft het moeilijk met Salah. Uh, zeker omdat hij ja, het was echt één op één met Salah. Het was niet dat hij ja, Chilwell moest niet verdedigen die. Nee, nee, die deed die het mocht, niet. Die mocht. Die mocht gaan en, en die heeft zich daar zotgoed van hersteld in de eerste helft. Maar dat is, dat is wat mij betreft super positief voor Chelsea, want dat is uitgaan van eigen sterkte. Als je ja, dat, dat doet. Dat, dat als, was je ook tjewo, einde, als je zegt tegen Tjelwaal, ga maar uh, defensief. Zorg dat je wel in positie blijft, maar probeer vooral je aanvallend uh, ja, uit te leven. Het was, was ook op het einde hè, dat, dat Pochettino ook gewoon pist was omdat hij zien een bal achteruit legde. Ja, dat hij ja. wou ja, liever proberen om hier nog te winnen. Dan, want ja. allee, elk punt gaat ertoe doen. Uh, wat je natuurlijk wel op twee manieren kunt interpreteren. Als je ook dat ene punt veilig stellen. Maar als je op die top 4 mikt, ga er niet te veel punten onderling... En je gaat niet te veel punten mogen laten liggen. Ja, uh, we mogen blij zijn met dit. Hè? Ik bedoel, ja, dat ja, had helemaal anders kunnen lopen. Het grote probleem bij Liverpool hebben jullie hier ook al vorige week aangekaart. Is dat die echt een zes-gaan nodig hebben. Dat dat middenveld. Ja, ik heb daar ook goede dingen van gezien. Zeker in de eerste helft. Is zoveel Die kan voetballen. Ja, uh, uh, McAllister weet ook dat hij kan voetballen. Salah was briljant uh, gedurende twintig minuten in de eerste helft. Maar die gaan wel. Want dit was niet tegen het fysiekste middenveld dat hij gaan spelen. Heen. Dat is super ondankbaar voor Gakpo. He. Ja. Die stond echt te zwemmen. Die, ik had die ook al veel eerder naar de kant gehaald. Uh, Zegzala was boos dat hij vervangen werd. Ja, dat mag. Hè. Ja, ja, ik vind dat ook, want... Het zal maar, ook wel deels frustratie op zichzelf geweest zijn. Uh, misschien. Maar, maar de tweede helft stond hij echt op... Op zichzelf. Hij heeft in de tweede half niks gezien. Hè, ja, of de tweede, tweede half stond hij echt had. op een eiland, ja. Uh, dus daar misschien daar die frustratie, omdat de ploeg niet Is fenomenaal wel, draait ja. op, dat, op dit moment. Hij ja, was, gegeven... was dan die een tape van zijn hand aan het trekken. Ja. En bij elk stukje tape, die, die sporters van Chelsea, ja, en, en nog pijnlijker. en nog pijnlijker is waarschijnlijk dat je ook op de transfermarkt twee keer verliest van Chelsea. Allee, je hebt nu niet, wel niet in die wedstrijd verloren, maar ik heb toch het gevoel als je kijkt naar die wedstrijd, wie komt er als morele winnaar uit? Chelsea lijkt me. Ja. ja. Terwijl Liverpool ja. de pijnpunten een beetje blootgelegd puur, puur, zijn. Qua punten, als je gewoon, je hebt niets gezien van beelden en je kijkt naar, het, naar de uitslag, dan is je echt een goed punt voor Liverpool. Ja, ik weet het niet. Uitmatch op, op Stamford Bridge, dat is nooit, nooit makkelijk, zeker niet in het begin van de competitie. De dus. trend was trouwens goed ook aanvallend. Ja, nee. ja. Ja, ja, een paar keer verdedigd een paar keer, nee, een paar keer ook. echt goed. Had ja. het moeilijk. Maar Beter dan, dan dat we gewoon zijn. Ja, ja, misschien misschien wel. ligt de lat tussen van ja, niet meer hoog genoeg. Nee, dat ja, zwaar, dat is waar. Dan verlies je twee keer op de transfermarkt ook is Dat is pas die dus, uh, Caicedo was eigenlijk rond. Nee, het is, hij is eigenlijk rond geweest met Chelsea, dan is hij rond geweest met. Hij dan is moet, nooit rond geweest. Eigenlijk moeten, moeten we beginnen met Lavia. Hè? Want Liverpool heeft een bot of drie, vier gedaan op, op Lavia. 40, 45 uh, miljoen, maar nooit de prijs die ze hadden. Wow, 50 miljoen, uh, daar aangeboden. En dan plots zagen ze de opportuniteit van. Ja, mm, Brighton zegt: we gaan uh, we, we, we willen ja. hem verkopen voor het, einde van, uh, voor het begin van de competitie. Dus donderdagavond. 12 uur uh, sluit, sluit de. de, de wat zeg ik dat? Sluit het veilingshuis, uh, om het zo maar te ja, het zeggen. Het Brightonse veilingshuis. Brighton he? veilingshuis. Tegen dan moet de, uw bod binnen zijn, gesloten aan Vlopke En de, de, de hoogste bieder wint. Precies of dat ze een huis aan het verkopen waren, ja, dat, is toch, dat vinden we toch niet normaal van Brighton. Ik weet dat jij verliefd hebt, maar dat is toch een rare manier van ja, dat is een rare omgaan met om, om, je mensen. Dat, dat ik nog niet veel meegemaakt vind dat ook een rare manier om ja, dat is een beetje wat wa, 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 Maar dat is een beetje druk zetten ook, hè? En, en zorgen dat je alles uit, uh, uit is, de kast trekt. Ja, het is een beetje een mensenhandel, wat agents ja, ja, tuurlijk, en, ja. en spelers soms nee, ook klaar ja, ja en nee. Omdat... Maar hij wil niet naar Liverpool. Dus ja, dat is waar. Waarom wil, zou ja, jij als. Alleen, dat is alsof je werkgever kan beslissen van. Uh, jij moet daar nu commentaar aan geven, want die hebben nu zoveel. Dat is absurd. Ja, absoluut. Waardoor dat jij plots. Ah ja, dus ik moet plots in in een, een commentaar aan geven, bijvoorbeeld. Zeg maar iets. Ja, dat is waar. En daardoor, is waar. daardoor moet Chelsea nu ook extra, nog extra betalen om die. 110 miljoen die Liverpool dan had geboden uh, op donderdag om, die, om, om daar nog over te gaan. Dus moeten ze 115 miljoen pond betalen. Dus ja, op die manier is, is Brighton qua centen ja. de grote winnaar ja. natuurlijk. Maar, maar kan je, Want, je dat had al gezegd ook wel: ik wil gewoon ja, Hij was al blijkbaar rond in, in mei. Met waarom Chelsea, is dat eigenlijk? Ja. Omdat hij een grote fan was van, van Makalele en zo, las ik. Of, 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 of dat hij naar Londen wilde of dat hij bij Coco heb je die foto van... niet gezien met zijn mama. Ja, ja. In de notto in, in, in Colombia en dan in de notto in Londen uh, ah, gisteren. Ja, ja, ja juist. Ja. Dus dat was, daar zat drie jaar verschil tussen. Ja, toen was hij 18. Ja, we, zullen, we, we mogen 18. nooit vergeten dat die jongen. Flupilief, hoe, Drie jaar geleden Frippier. speelde hij bij Weerschot. Ja. Tegen, ik weet niet. Zijn laatste match was blijkbaar, heb ik gehoord, tegen Anderlecht. 0-7 verloren. Ja. Dat was, was gezegd dat hij veel te goed was ja. voor Beerschot, maar die was nog super jong. Die mocht ook niet altijd spelen, denk maar ik. Je zou toch toen niet gezegd hebben dat je een Hurste ooit worden nee, in de Premier League? Nee, dat, zo korte dat tijd. is toch het mooie en de ondergrondelijkheid van het voetbal. Die ja. heeft echt een fenomenale evolutie gemaakt ook. Vorig jaar, dat was, dat was een zekerheid. En, en die, die heeft ook rechtsbak gestaan. Hè? En, en die deed dat daar ook fenomenaal goed. Ja, echt, een dat is maat dat een beetje supporter moet worden van Chelsea op die manier. Hou ik van. Nee, ja. Wat dat betreft, dan kijk ik gewoon naar Caicedo en ik hoop dat hij het goed doet. En, en, en ik heb dat met alle vertrekkers bij van Brighton. Ik hoop dat hij het goed doet, want daarvoor moet die club dat niet goed doen. <laughs> Aha. Maar Caicedo gaat het goed doen, daar, ik, daar steek ik mijn hand voor in het vuur. Dat is een toptransfer, Leroy. Oké, okay. okay, dat is deel 1. Deel ja. 2 is Slavia. Oh, eigenlijk zijn we nog Adams nog vergeten want Tyler Adams was dan zo gezegd gekocht door Chelsea maar dan plots... die zit nu bij Bournemouth hè ja dat is getekend is, ook of wat dat is rond, hè? die zat op de, dat is ook die, wel zat zuur. Daar, die zat daar op de stoep te wachten bij, bij Bournemouth op gaat Stouffer hij wel in de Bridge. basis staan voilà. bij Chelsea was dat echt wel squadvulling ja, ja maar die jongen was al gekocht je spreekt er juist over mensen dan ze, ze hebben die laten komen en alles en dan ineens ja maar wacht Wacht, we zijn even met iets anders bezig. Er zijn ook zo'n voorbeelden. Hè? Jack Harrison is net hetzelfde. Hè? Everton... Uh, hij, hij, hij wordt nu gehuurd door Everton. Everton gaat naar Leeds. Zegt van, kijk, wij willen hem, hem uitlenen. Een of andere clausule die in zijn contract staat, waardoor hij kan uitgeleend worden. Die wordt getriggerd. Uh, Unai MRI hoort dat ergens in Birmingham. Die belt naar Jack Harrison. Uh, Goed zo, zou jij toch <laughs> kunnen afkomen naar, naar, naar Birmingham? We willen nu testen. En... In die testen is gebleken dat hij, dat was ook al bekend, is hij eigenlijk geblesseerd. Ik denk dat hij nog drie, vier, vijf weken geblesseerd is. En Aston Villa, door de blessures van Buendia, nu onder meer, hebben ze iemand nodig voor de, voor de korte termijn en voor direct in te passen. En daardoor heeft MRI gezegd: oké, okay, ga dan toch maar naar Everton. Maar Everton moet het toch zo ja, met de afdankertjes doen. Danjuma die nu teruggekeerd is, Harrison die het nu ook moet doen. Tanjuma, ze zes, zes maanden te, te laat. Dus, en dat is wel creativiteit die ze kunnen gebruiken. En Sevilla ja. gaat trouwens uh, zanolo kopen. Ja, dat staat er in, uh, in de pijplijn. Ik vind dat is zo meer een West Ham transfer. Een vroegere neer... West Ham transfer. Ja, neer... Ik vind Ik dat een hele rare Ham transfer. transfer. Ja. Dat is... Allee. Uh, er zijn mensen die veel meer van Italiaans voetbal kennen dan Skik. maar... Waar zat die... hij nu? Galatasaray? Niet? Ja, die ja, was ja. naar Turkije, omdat dat ook... Maar dat bij blijkbaar... Roma had hij ook uh, die... zever. Zie je met zijn uh. ziek moeder toch, of ja. niet? Dat is blijkbaar wel een attractie, dus Echt, de verhalen vrouwens. daar rond... Ik ja, una, zit een eigen <laughs> plan achter. Um, uh, Goed evening, miss... Uh, ik, uh, ik kijk Sanu. er wel naar uit. <laughs> nee, maar we zaten, bij, we zaten bij Lavia. Ja, ja yeah, want, yeah, yeah, want Lavia, ik denk Lavia. dan ook gewoon... Inderdaad, het logische is... Oké, okay Caicedo kiest voor Chelsea. De weg ligt open voor Lavia en Liverpool... En Veel dat in is, vergelijk. Ik denk 1 plus 1 is 2. Ja. Lavia gaat naar Liverpool. Ja, en en maar... Liverpool biedt ook 60 miljoen. Dus nog meer dan die gevraagde 50 om te tonen wat we willen en echt wel. Ah, ja. je, kunt ook, de je kunt 110 ook niet anders liggen. meer. Voila, als je 110 kunt leggen voor ja. Percedo, dan kunnen je, zeggen... <laughs> ja, kun je niet zeggen. Ja, ah, dan kunnen we niet zeggen. We hebben maar 50 in de kast zitten. Nee, dat, zo gaat het niet. Uh, dat weet Southampton natuurlijk ook goed. Dus 60 geboden. En dan blijkt dat Lavia toch ook al aan het praten was met Chelsea. En dat hij daar ook al een akkoord mee had. En hij gaat, gaat nu waarschijnlijk, wordt dat in deze rebelle bevestigd, uh, tekenen bij Chelsea. En voor minder hè, dan die 60. Voor 50, 50 miljoen, ja. Dat is jij, ook raar, hè. Vindt u, jij vindt het een stomme keuze van Lafayette, ik de indruk gisteren. Puur sportief, zelfs. ja. Puur sportief. Dat hij een niet komt, ja, Die komt, toch niet. Die gaat toch niet vas, uh, vaste waarde zijn? En bij minder spelen bij ligt Liverpool ligt de weg open om vaste waarde te zijn. Nou, zijn om, om daar 30, 40 matchen te spelen dit seizoen. Ik snap zijn keuze ook niet helemaal. Ik snap dat je naar Chelsea wilt omdat, als, dat, als dat puur gevoelsmatig de club van je hart is. En, 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 dat, dat kan ik snappen. Maar als je ja, puur zakelijk kijkt en, en kijkt waar kan ik mij, mijzelf uh, verbeteren ja. en kan ik progressie ja. gaan maken, dan moet je en, gewoon Maar is ook weer zo'n contract van 7, 8 jaar dat hij krijgt? Dat, Terwijl, dat is de loophole van Chelsea? van Chelsea. Maar is dat ook de reden dat hij ervoor kiest? Waarschijnlijk. Ja, dat kan wel. Dat kan goed maar zijn. Maar als jij voor acht jaar kunt... Allee, ik zeg maar, je weet nooit wat er gebeurt. Hè. Ja. Je weet echt... Nee, nee, dat is waar. Eén uh, gescheurde kruisband, één cruciale blessure waardoor dat gedaan is. Als jij acht, ja. acht jaar contract krijgt ja. en je krijgt twee keer zoveel bij Chelsea. Ah, ik zeg maar dingen, hè, want ja, ja, ja. ik weet niet wat. Hè, maar als jij een zekerheid krijgt van acht jaar werkzekerheid en, 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 een, en een beter loon dan bij Liverpool. Ik kan je sowieso meespelen. Het is een job, hè. En dat vergeten wij soms iets te vaak, omdat voor ons een passie en, en ja. uh, voor ons ook een beetje ons werk is. Als je maar... vijf jaar kunt tekenen in vergelijking met acht jaar. Goed ja. Ja veel verschil zit daar nu niet echt op denk ik en ja. je moet ervan uitgaan dat je wel nog, nog verder kunt spelen die jongen is 19. Um, dus de, wat dat betreft snap ik de keuze niet maar is er en ik snap ook niet dat Chelsea die zou nog die niet haalt... met, een, met een driehoek anders spelen op meerveld? die heeft nu met drie van achter gespeeld hè, posch ja. uh, zou die dan niet willen switchen Na naar vier, vier en ja. dat lavia meer een buffer wordt waardoor enzo en is ook... niet die is type... ook een 6. dat is ook geen acht dat is 6, hè niet die niet. kunnen als zes die kunnen daar gewoon laten staan, hè. Ja, Dan moeten ze. We kunnen de, dan die de die de de gewoon laten. en zo en zo en nog een nummer tien daar de derde niet Wat he? ze was, ook vaak met Kanté gedaan en geprobeerd hebben die net doordat hij... Maar die gaat dat wel doen, hè? Vooruit laten drukken en Lavia als anker erachter zetten. zetten. Kan. Ik wil het zien, maar. Wat ook het ik idee vermoed, ik was met Jorginho als de... anker en Kanté, doordat hij zo vinnig, hmm. want hij is KCD ook. Die slot te laten jagen op, op de bal. Ja, dat kan. Ja. En hij heeft een goed schot ook, Caicedo. Dus, dat is, dat, dat kan. Nee, maar hij bedoelt waarschijnlijk ook gewoon diep gaan doorjagen. Ja, druk zetten. Hè. Een... Niet als aanvallende speler. Van wat, wat Porsche ja. wil is, want ja. je zit er ook met die Nicolas Jackson, die wilde ook niet echt hebben als centrale verdediger. Dat hij denkt: van... oké, okay, waarom zou ik Caicedo als 6 zetten? Nee, ik wil de bal hoger gaan afpakken. Dat is, terwijl dat lava dan ja, Waarom Lavia wil je Caicedo als 6 als zetten? Productus. Omdat hem daar rete goed is. Hè? Ja. <laughs> Op ja, die maar positie wij ook... is hij, hij fenomenaal. Ja, maar voor ons was Kante ook altijd een 6. En toch zijn er heel veel managers die die altijd als een vooruitdrukkende 8 geprobeerd hebben. En... Ja, omdat hij zo hard stoort naar voren. Hè. Ik bedoel, ja, dat hij echt geen 2 seconden geeft ja. aan. Kante heeft toch zijn beste matchje gewoon op de 6 gespeeld? 50-50, ja. ja. En bij Frankrijk ook met een Pogbaan als stem ja, Daar nog... moeten ze naartoe. Naar dat, naar dat soort type middenveld. En als, en dat, ik zie dat wel met Caicedo en, en Fernandes, maar ik zie de Lavia daar niet tussen komen. Ga, gaat je als je in de shit komen met financial fair play of niet? Um, want, voorlopig want dat niet, is toch een vraag dat we veel zien. Ja, voorlopig niet, omdat ze eerst en vooral heel veel verkocht hebben. En korte contracten, zone. hè. De... Nee, de contracten je... die al uh, ver waren afgeschreven. Dus de Havertz ja. en de Mounts... Uh, nee, Mounts Mount, hoort dan niet thuis, want dat is een homegrown uh, ja, Dus player. dat is allemaal winst. Dat is apart. allemaal winst, uh, dat gaat rechtstreeks de boeken in. Dus Havertz, Pulisic, Loft, uh, loftus is ook uh, homegrown. Uh, we hebben ze dus nog verkocht, Mendy. We uh, hebben ze Koolibali. Koolibali. Dat, voor dat, soort, dat waren uh, spelers die al. Koeiballi nu net iets minder. Omdat hij daar maar een jaar zat. Maar die waren al lang afgeschreven. Havertz zat daar drie, vier jaar. Waardoor dat je winstboekhoudkunde groter wordt. Waardoor dat je maar een klein deeltje meer moet afbetalen, gezegd. Wat als koststelsel? Maar je verkoopt dan... hem voor 75. Dus we heb hebben een stuk marge daarop. Um, dus wat dat betreft hebben ze goede zaken gedaan deze, deze zomer. Um, maar je kunt er niet aan voorbij dat ze in drie transferperiodes onder bully. Sorry. Ja. 800 en zoveel miljoen hebben net gegeven. Meer dan zelfs. Ja? Ik denk 830, dat van 900 Door het feit dat ze al die lange contracten geven, wordt dat, uh, stel je ge, iemand van 80 miljoen, geeft hem een contract van 8 jaar, dat wil zeggen dat je 10 miljoen per jaar betaalt ja, voor Dat een speler. Dus zelf een Cookreia, als je die verkoopt met voor 40 miljoen minder dan dat je die gekocht hebt, verkoopt die voor 35 miljoen, mm -hmm. zeg maar, doordat je die in 7 jaar afschrijft, boekt je eigenlijk op dat moment 25 miljoen winst. Je boekt je meer winst doordat je lager afschrijft? Uh, je boekt wel iets meer winst. Je gaat er altijd op verliezen op Korea, ja. maar je boekt... Uh, het is net iets meer zekerheid dat je in, in, inbouwt. Dus door het feit dat ze al die lange contracten hebben, uh, worden die spelers op, op, ja, op jaar... Uh, ja, het zijn al kleinere bedragen dat ze moeten afschrijven, dat ze moeten inboeken in, in mm. de dingen. Je mocht 90 miljoen uh, verlies maken over drie jaar. Financial ja. fair play. Wacht, hè, want dat COVID-jaar was een uitzondering. Ja, dat dan is altijd dan ook bij, nog tussen of... dat we uitzonderingen hadden moeten maken. En, en, ja, 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 toch, hè? Maar, ik, 2021. Hè? Maar ik snap enorm ook de kritiek van niet-Chelsea-fans van dan op, op wat er nu aan het gebeuren is. Maar wat ik mij dan afvraag, is de redenering niet een beetje van. Oké, okay, als we terug willen meedoen bovenin, moeten we echt een grote, grote reset doen. Omdat onze kern zo, zo achter is komen te staan op Liverpool, op mm -hmm. City. Dat ze denken van oké, okay, het is beter om nu drie jaar er belachelijk veel in te pompen. Zodat we in één keer die inhaalbeweging maken. Dan het te proberen zoals United tien jaar gedaan heeft. Met drie, vier duren per dingen. Maar nooit, nooit het gat heeft kunnen. Die, allee, het is maar een analyse die we achteraf gaan kunnen maken. Ja, nee, ja. Maar, want maar als ze dit pro... nog drie zomers doen. Ja, dan... dat, kan niet, dat kan niet. Want het probleem is als Chelsea niet uh, Champions League gaat halen. Gaan ze geen prijzen ja. gaan pakken. Dan. dan... Stapelen die kosten zich op, gaan ze ook minder kunnen verkopen normaal gezien. Ja, en, en wellicht is en dat dan, ook in de boeken geschreven, en dan hè, dat dan ze volgend kom, jaar Champions League En dan spelen. komen ze in de problemen. Dus naar, ja. als, nu kan het, dan, maar als je het ja, over twee, drie jaar gaat bekijken, dan gaan ze misschien al in de rat ja. zitten. En de spelers die ze kopen zijn wel allemaal jonger dan 24, 23, ja. 20, waardoor er wel de redenering op zit als ze moeten verkopen, of, of, of dat die nog geen veel waardeverlies gaan hebben. Nog iets van meer waarde hebben, ja. ja. Kan maar puur sportief, als vorige week zegt Pochettino: ik heb, ik heb nog altijd 29 spelers of, of, mm -hmm. of zoiets. Uh, ik, moet, ik wil er nog minstens 5 kwijt. En dan hij er dan, dan onmiddellijk ik twee bij kopt. Ze willen nog een keeper en ze willen nog een spits. Hebben ze ja. de, ja. de bank Ja, Kepa is wel weg ook ondertussen, moet ik ja, ook even goed. zeggen. Die is vertrokken na. Ja. Maar vuur dan nu Slonina de... niet? Hè? Ja, dat denk ik ook als ja. tweede keeper. Maar ik denk nee. Is er een als tweede keeper? Wil je gewoon een oude, een oude dude dat je kunnen vertrouwen en die niet superveel kost. Maar dan wordt Santjes uw eerste keeper. Ja, daar vrees ik voor. Ja. Ja. Daar heb ik nu al stress van gehad. Ja, dat, dat je, denk ik ook. daar stress trouwens, van mag hebben. En dan, oké, okay, over de brede kern gesproken. Maar je dat een bank gezien van Chelsea. Dat is toch best een absurde bank? Ja. Dus ja, ik vind, dat, ik vind het ook allemaal raar. Daar ik, 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 ik mij mee het meest aan. Ik zou heel graag ja. even drie jaar vooruit kunnen en zien van. Okay. Is dat gelukt? Slaat het ergens op die strategie? Of, 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 of gaan ze dit blijven doen? Gaan ze blijven er geld op een absurde Ja, nee. Echt dat stoor ik me meestal. Het feit dat ze gewoon uh, random shit kopen. Hè? Ja, niet nee, shit. Uh, random oh, uh, random topspelers kopen. Wat is... ik snap wel, wie ze weg willen, snap ik ook. Dat ze echt weg moet, dat Lukaku weg moet. Ja, dat, 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 dat is toch gewoon logisch. En dat zijn grote contracten. Hè? Dus ja. daar, ja. daar ja. doen ze dan ook weer winst mee door do 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 dat soort types weg te... Misschien genoeg, uh, weg te krijgen. Misschien genoeg Chelsea. Ja, we gaan eens naar een ander ploeg. Die heeft heeft, Liverpool, hebben die iemand anders? Aap de 6. Nee, voorlopig niet. Hè. Waar ze hem Ja, dingen. Uhm, Ibrahim Sangare van, van, PSV. van PSV. PSV. Die heeft een uh, opstapclausule van, ik dacht 37,5 miljoen in zijn contract staan. Maar Nottingham Forest heeft dat blijkbaar al gematcht. Maar dat is nog niet in orde, want Liverpool zit er nu ook achter. Uh, dus dat hij vertrekt bij PSV is redelijk duidelijk. Uh, het is alleen te zien, nog naar waar, maar die komt waarschijnlijk wel naar de Premier League. Dat is ook wel. Hey, het, is geen, uh, het is geen Caicedo. Maar het Groot, is, sterk is uh, het. is zeker geen slechte voetbal. Goede lopers. Ik zie die graag bezig. Goeie, ja. goeie in duel. Ja. Dus dat kan wel. Maar bij Liverpool ja. moet, dat gaan ze intern ook moeten kijken. Hè. Uh, die jörg Schmetke, die daar nu. Ja, technisch directeur. Technisch directeur is, die, is daar, uh, die heeft daar geen goede beurt gemaakt. Laat onderhandelingen ook blijkbaar doen door zijn CEO. Als sportieve directeur is dat raar. Is dat... ja Als dat met centen te maken heeft, dat ze zegt van... Ja, ja, dat is ja. een afspraak, hè. Ik doe het beleid, ik Goed. kies spelers, ik weet het. Ze leiden al sinds, wat mij betreft, toch heel veel uh, gezichtsverlies. En ik zag uh, op Twitter vandaag ook een, een, een stuk van uh, Monday, Night, Monday Night Live Football. Of ja, Monday Night of Football, Monday Night ja. football uh, van, van Jamie Carragher. Die is ook al niet te spreken over de gang van zaken bij de ploeg. Ja, maar ja, die moet ook uh, om de vijf minuten van... Uh, zijn kaart draaien. Het was wel grappig. was ja, bewust, maar was tuurlijk, grappig, tuurlijk is het bewust, maar als Het probleem wel, al die transfers. Iedereen wil ze zodanig zo snel aankondigen dat het rond is. Ja. Brighton gaat... Uh, of zit achter Carlos Babeba. Die moeten wij heeft. weten wie dat hij is. Carlos... Dat geeft al een shirt ervan. Dat, dat is een jonge gast van 19 die bij Lille speelt. Die... Ze hebben 17 minuten geboden, maar uh, Lille zegt... 30. Dat is wel weinig. 30 alstublieft zodat die dan uh, Orban kunnen gaan kopen. Ja. De carousel is in gang. Wordt he? dat toch Tottenham, Orban? Ja, die wordt er al genoemd, maar ik denk dat het toch nog een beetje te veel loose cannon is om, ja. om die nu vooraan in de spits bij Tottenham te zetten. Als Tottenham. ze slim zijn bij Tottenham, dan halen ze hem niet. Maar die hebben daar wel nog iets nodig natuurlijk. Want... Wegens Harry was vijf minuten geland in Duitsland en zijn hebben direct een beker verloren. <laughs> nee. Allee, maar het is toeval. Het is jammer. Hij heeft er niks mee te Christig maken. Superpristig dat hij een mens moet invallen maar bij 2-0 achterstand. Ja, ik had die ook, ik niet dat gebracht. ook niet Ik vind ook dat Tuchel, Tuchel en hij heeft dat had ook nubel. gezegd, ik had dat <laughs> niet mogen doen. Ja. Maar natuurlijk, als spits, als trainer moet je gewoon nog altijd denken 2-0, wij zijn fucking Bayern. Moet en wij we hebben, nog ik breng Kane, want die gaat mij nog toe En geholpen. wat moet Harry Kane nu denken van ons? Als we, alsof we zes weken niet getraind hebben. Dat is precies zo. <laughs> ah, de grote toegelsje. Ja, ja. Love him. Ik heb hem niet graag, dat weet ik. Ja, dat weet ik. zijn echt. Ja, echt heel weinig mensen die die graag echt hebben waar. eigenlijk. Echt niet. Ik, ik heb mis, die ook ik... enkel graag omdat hij de Champions League voor ons gewonnen heeft. En ah, Omdat zo... hij soms ook wel. Die keerde ook wel echt om Chelsea had ik het gevoel. Die was echt. Uh, want dat was zo in die shitperiode dat hij de boel hè. Ja, moest nee, runnen, Die was he. super heeft slecht aan ontslag. He? Heeft hij, ja, en die heeft ook wat, dat was in de periode dat Abramovic. Ja. Alles met de oorlog en zo, heeft hij dat goed gedaan. Maar, maar vergis u niet, ik, ik vond dat die, ja. de prestaties die hij daar geleverd is en fenomenaal. Ja. Vind ik voor, voor wat. Op het moment dat hij, ja. hoe dat hij dat deed en zo, heel sterk. En ik vind niet dat ze die aan de botten buiten smijten. De handshake tussen Conte en Tuchel, dat is hij één jaar geleden. Ja. Zot, ja, dat is toch ongelooflijk Dat lijkt er echt vier dat jaar echt, geleden op in zot, mijn het. hoofd. Nee, maar um, ik, ik mis Harry Kane al, eigenlijk. Ja, ze is ja, in de, speel de zo, Eerste speeldag zonder Kane. En, nee, en Richard is toch niet helemaal scoort hetzelfde. scoort hier normaal he? sowieso niet, hè? dus het is pas vanaf september dat het raar gaat worden. Richard is toch niet helemaal hetzelfde. Nee, nee, nee niet Kane. helemaal. Maar, We gaan de Tottenham supporters toch ook moeten, moeten toegeven. Ja, absoluut. Maar wat een saga ook weer. Wat een gedoe. Die zat er dan nog vast op die luchthaven, op standstit. Omdat, om le omdat Levi Daniel zegt, Levi, van, Levi zegt wacht, nog: van... Wacht even. Ik zou moet... toch hier en daar nog een paar ja. clausules ja. willen aanpassen. en dan nog iets wat regelen. meer centen <laughs> bij binnenrijven. Ja, maar moet wel ook de moeilijkste handtekeningen uit het leven van, van, van Levi geweest zijn? Ja, van Kane. Van, ik al, ook. van ieder... Ja, ja. ja, Zelfs voor Bayern gaat dat ook toch... Ja, dat is ook no-brainer, hè? Doen het niet, nee, nee, nee. nee. Dat is dus ik denk dat dat voor drie, drie partijen een heel moeilijke aantekening was om te zetten. Maar ik heb en wel het drie gevoel... Drie partijen die... Of toch twee partijen die echt super hard hopen dat het echt wel aanslaat en dat het, ja. uh, dat het goed komt. Dat zal nog niet. Als er iemand is waar ik vertrouwen in heb die doepen te gaan blijven maken, dan is het misschien wel Harry Kane. Ze, ze moeten nog leren spelen, mee. Maar toen Lewandowski gekomen is, die... Allee vergelijk hem graag daar dan mee. Dat is toch ook gelukt hè. Ja. ja. Dat, is, dat was niet mislukt. Ik weet zo. nog toen hij kwam piepen, een uh, Harry Kane, welk jaar, welk, jaar, welk, jaar, welk jaar zou die gedebuteerd zijn? Oh, die is eerst oh. nog bij, bij Norwich gepasseerd 15, en bij Leicester gepasseerd. 15? Ja, ik zou 14, 15 ook hebben ja, ik denk zoiets. zoiets. En Misschien ik zag plots de... die zijn naam op een scorebord en ik dacht ja yes, da? maar had hij nog rugnummer, weet ik veel, 90 of zoiets. Yeah. En, en, en in dat de zag gegeven. er ook zo'n lange slummel uit, eh, dat je denkt van, dat is zo... Ja, die ene keer mag invallen en, en toevallig een dopen maakt, hadden ze mij toen gezegd van... Die, uh, die gaat, gaat er nog 210 ja, ja, bij maken. Die gaat nog kans hebben zijn om, om topscorer aller tijden, want ik vind het wel zo dat hij dat opgeeft. Maar ik Wat had jij eens... gedaan in zijn well, situatie? Ik want denk je, altijd... je krijgt elk jaar de stick dat je geen prijzen wint, ja. Het zat er nu ook niet in dat Tottenham ging meedoen voor de titel. Ja, ze kunnen altijd een keer ver geraken in een, in een bekercompetitie. En dan, dan ja, steekt dat dan zo hard dat je, dat, op, dat je dan toch vertrekt richting Bayern, waar een garantie is op prijzen. Um, Ik denk. Of ging jij toch gaan voor nee. dat topschutters? Ik denk uh, een record kan altijd gebroken worden. Prijzen pakken ze je nooit af. Ja. Er vroeg iemand is dat, is, op, op sociale media: zou zelfs, Jamie Vardy zijn uh, medaille van uh, uh, de Premier League en, en de FA Cup inruilen voor eeuwige roem als 261 doelpunten gemaakt in de Premier League? Zelfde vraag aan Shearer: zou die zijn uh -huh. blackburn kampioen, uh, medaille, medaille, want dat is de enige keer dat hij kampioen wordt. Ja. Ja, 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 bij Newcastle als, niks Zou gedaan. die dat inleveren voor, voor nu dat record, waar hij constant bang moest zijn van die Keen gaat dat hier afpakken? Maar wat er allemaal nog komt qua kampioenen, die medaille is voor altijd van u. Ja, ik denk dat ook. Ik, ik denk niet en, dat ge... en het is een, het is een ploegsport. Hè? Ja. ja, ik denk ook. En dat record, stel je voor, je haalt dat dan. Je hebt er 261. En u viert je dat? Nee? Dat is Ten geen eerste? feestje toch? Ten eerste vierde. Of, dat niet? Je viert dat niet met je ploeg? Ja, je ja, ge gaat was... alleen op een op dat afstation scoren... 24 uur aan. <laughs> dat is <sco> <laughs> Ja, dat kan. Nee, op dat scorebord dan... dat er zo komt van uh, ja, topschutter, alle twee. Dat de tijden. match afgeschaft ze stil wordt gezet. Zelfs in de NBA. Bij wijze van, de van de spreken, binnen twee jaar is er een, die, uh, Haaland, ja. die, is kort, die blijft drie jaar bij mijn City en hij heeft er 262. Ja. Dan staat er daar, hè? Ja, dan het is het dus niks. Ja. hè. Ja. En, en, en ik heb ook het, het, een tweet gelezen, ik heb er ook op gereageerd van iemand die zei: dit, een donkere dag voor de Premier League, een donkere dag voor Tottenham en een donkere dag voor het voetbal. En met de eerste twee ben ik het eens. Uh, voor Tottenham fans is het zuur. Je beseft dat er een, een, een rare periode aanbreekt zonder de Ja, zuur de en niet opbouw. zuur ook, okay? want nu pakken ze nog 100 miljoen. Volgend jaar loopt hem anders gratis. En hij beter. gaat niet naar een concurrent. Nee. Je gaat hem nooit, uh, houd vasthouden voor de Tottenham fans. Je gaat, je gaat hem nooit in shirts van United tegen u zien mm -hmm. spelen. Je gaat hem nooit in shirts van Chelsea tegen u zien spelen. Nee, hij kiest voor een andere maar competitie. Dat had, ook, dat had hij ook niet gedaan. Mijn United, hem wel in. Man United dan misschien wel met Chelsea of Arsenal. Of, of, dat ik... Maar dat is dan al de tweede. Toch... Shirer is ook eens United laten zitten. Hè? Ja. Ooit. Mm -hmm. en, en het is ergens mooi, en dan praat ik tegen onze eigen winkel: het is mooi dat de Bundesliga en dat Bayern zoiets kunnen pollen. Ja, precies. Dat is even iets tegen. Want oké, okay, er wordt nu heel veel gezegd: de, de Premier League als de, de Europese Super League. Of wat was de naam van wat ze daar gingen oprichten? Het is mooi dat die sterren ook nog ja, naar ze, een andere. Ze waren super blij ja, bij de Bundesliga. Heb je dat een filmpje gezien? Ja. Dat, was een, dat, dat, was, dat was gepost door de Bundesliga zelf. Hè? Een filmpje oh, over ja. Harry Kane komt naar naar Bayern. Ja. Hip, oh, hip, ja. Ja. <laughs> kijk, Bellingham is vertrokken uit de Bundesliga en dat was zo denk ik toch een van de sterren toch ook aan of, of aan het worden. Mm -hmm. uh, die is dan naar Spanje. Ja, wel voilà. ja. Nu krijgen ze Harry Kane. Dat is toch ook een, een oh, grote ster, een grote Trouwens. naam. Tragisch die goal van Olmo. <laughs> Ja, ja, dat is briljant. Ja, ah, sorry. Ja. We gaan niet over de Duitse nee, superkun beginnen, nee? Ja, dat is. Ja. Dat, dat hebben we vooral in een Duitse podcast. We dus. <laughs> <laughs> ga hem wel volgen, de Harry. Ah, ik dacht in een Duitse podcast. Nee, nee. Ook, ook ja. Ik wil dat wel doen. We, willen dat wel begin... we gaan daar aan beginnen binnen. <laughs> het duurt dan vijf minuten en ze hebben we het gesproken. Ja. Maar de maar het Harry Kane podcast misschien. Gewoon zeggen wat hij gedaan ah, heeft. ja, ja. Elke week. Ja, voilà. <laughs> okay. In zijn taal, zodat niemand er iets van verstaat. Hoor, het herf. Harry Kane. Ja, hij Kijk de golf? Oh, nee. Voor de rest hebben we... Nu schofferen. United ja, gaan we schofferen. Nu zijn we, nu zijn we, nu zijn we tot het, echt het zwaartepunt aan het komen. Hè. Ja, juist, we, we hebben ja. er lang op moeten wachten. Hè, maar Man United is toch echt na looten de slechtste ploeg van de Premier League. <laughs> ja, ze dat was maar ja, ze winnen. Ja, ze winnen. Maar hoe winnen ze? Maar ik vond, ik had nog ze gestuurd. Op, ongeluk? Ik had gestuurd nog op maandag dat ik super enthousiast was omdat precies alle goede ploegen ook echt goed waren dit weekend of dat er iets in zat ja, toch, wat muziek was. iets, ja? Want Tottenham, ah, want eigenlijk wou ik Tottenham fans nog een hart onder de riem steken. Die Poste Koglu. En de... Poste Koglu daar gaat het plezier ben. mee hebben echt een goede tot Allee, vast. en en wat een hij gedaan heeft fan. die concussion whistle uh, dus um, ook, uh, Romero uh, die botst met uh, ik weet niet meer met wie maakt een het bemo. niet uit een ja, Bemo met een Bemo er wordt wat getwijfeld of dat hij een hersenschudding heeft die speelt verder die scoort eerst nog met hoofd, met zijn hersenschudding en het beeld dat je terug naar de wedstrijd gaat is hij die naar de kant gehaald wordt door, uh, door die Post die en die niet wilt maar Postecoglou die er eigenlijk ook geen twijfel over laat bestaan Kom, uh, en daar ook een, een gepaste reactie op gegeven, heeft, uh, op gegeven heeft achteraf: van wij als managers moeten daar, dat is niet onze call. We moeten luisteren naar dokters en ja. mensen die er dingen over zeggen. Dus daarvoor hoed je af. En hij is one of us. Hij heeft ja. altijd Fantasy Premier League gespeeld en hij moet er nu helaas mee zijn. Ja, drama. Oh, ik, vond dat niet, zoals, ik vond dat en zielig. Niet, maar als je een beetje nieuwe job zou Ja, jawel, hè ja, ja. Wel, Hij moet niet stoppen in de Want is die roddel wat jij stuurde van die Burnie-spelers die pist waren omdat er een paar Haaland-kapitein hadden? Ja, is dat, ik, is ik, dat ik bevestigd? Weet ik weet dat niet. Is dat een goede bron? Dat weet ik niet. Zeker. Ja. Ik ben het vergeten. Oké, okay. ik, ik heb het ergens gelezen. <laughs> en het was vooral de, uh, de doelman, Oei. Trafford, maar ja. die boos was. Ja, Ex City. Ja die okay. zei van uh, ik Zou graag hebben dat je dat, dat doe je niet. Ah ja, die was boos, die had niet die, Haaland. Uh, nee nee, die was boos. Zijn verdedigers hadden Haaland kapitein gezet in de fantasy. <laughs> maar het is maar een spelletje, nee jongens. Kom ja. moeten we dat, ik, wil, uh, ik wil dat je we dat we gaan dat uitpluizen wat dat echt waar is. Maar ook nee. post, uh, post ik ook, die gaat dat waarschijnlijk nu niet meer doen, maar langs de andere kant. Hey, die gaat niet een speler op de bank zetten omdat hij in de weekend vier punten extra dan scoort ja, in de fantasy Weet weet wil die geen 24 uur pinten gaan drinken in Brussel Ja, maar dan nog Nee, en... Ook, dat is een zijn accent is briljant. Dat was er vorig jaar het Amerikaans... Er staat ook iemand, vind ik. Ja, het was er vorig jaar het Amerikaans accent van... Uh... Jesse March. Uh, van Jesse March. En nu... en nu is het soort Australisch... Uh, da, crocodile vind ik wel... Dundee vibes. Mate. I zeg, love it, man. Is hij is echt constant... Mate, ja. mate. Dat is toch zalig? Poen, een schwimpelbarn. Zalig. Ik like Het weer om naar oh. te kijken. Tottenham zal... fans moeten niet volledig in de put zitten. We zaten bij Manchester United. Ja, die ja ook... want, want... Die hebben we niet genoeg uitgelachen, vind ik. Ik vind als je ten Haag zijn en dan achteraf nog blij zijn dat je een goede wedstrijd zogezegd gespeeld hebt. Want dat zei het hem. Ja, en we hebben de nul gehouden. Dat is voor de buren. Echt waar. He. Het is gewoon een mirakel dat je de nul gehouden ja, hebt. En het is moet... nog met behulp van de scheidsrechter die blind voilà. is ook. Je moet er even haast bij halen, dat is het allerlaatste. Voor de rest is er. Weet ja. je, ze hebben, jij, ze hebben 23 schoten op doel tegengaat. Tegen Wolfs, het... dat zijn een trainer. Ja, die geen Die Maar we zelf gewoon geen tijd hebben om dat te vertellen. <laughs> ja. Dat we kort wel even moeten meegeven, maar die hebben plots Gary O'Neill als trainer in plaats van Lopetegui. De enige reden waarom dat we ze op plaats 15 gezet hadden, die waren wel verbazend goed. Die waren maar goed, dat joh. lag maar aan... 23... Het was sinds 2005, Chelsea, geleden, dat ze 23 schoten op doel tegen gehad hadden ja, Er stond geen ploeg. Dat kan ze, toch ze, niet? Ze liepen er gewoon doorheen. Twee dribbles op middenveld en je stond voor de goal. Maar zelfs Casemiro was nergens. Dat, dat is ja, Zijn passing was hem, was, was hem nog een van de beste, maar defensief gewoon uh, ze, echt nergens. In de voorbereiding hadden ze een aantal foto's van Casemiro gezegd. In, van... Gast, je bent precies Eden Hazard. Je bent, ja, je maar precies dat is ontkracht Ik heb gisteren gezien dat het ontkracht was. Ja. Ik, heb, ik dacht ook van... Hey, zever, niet. Maar dat ik hem nu zag lopen, ik dacht ja. Casemiro oh. was nog een van de betere. Lichte, Yo, lichte... De rest was, was bagger. Lichte troost voor de Wolves-fans. Nee, die Ze hebben geen er troost. Die mee. moeten we ook keihard ontgoocheld zijn. Uh, maar de, het, maar het, is het, en die zijn genaaid. Het scheidsrechtersteam is. Uh, ja, daar zit de vet mee. Die zijn voor volgende speeldag. <laughs> ja. Daar zit de vet mee. Oké, okay, maar we moeten dat even beschrijven voor de mensen die het niet gezien hebben. Ja. Uh, heel laat in de wedstrijd, in de laatste minuut. Toegevoegde uh, tijd. Toegevoegde tijd. Uh, hoog een bal komt. Uh, voorzet uh, richting tweede paal. Waar, waar twee, spelers van, uh, twee spelers van de Wolves gaan er naartoe. Kalacic en waaronder die. 3 meter 20 is ongeveer. 2 meter en 1. Ongeveer, zei ik. Uh, Onana gaat er naartoe, doet zijn oogjes dicht en gaat de. Uh, Onana oh, er van ver aankomen, die gaat eruit komen, die gaat zo te laat Hij eet die een bal niet. Kal Zelfs Kalajic eet een bal niet, want de, de degene die daarachter is, dat was een koptem. Uh, hij botst, hij, hij, hij bokst eigenlijk gewoon die mens Wat tegen is, het canvas. Met zijn armen slaat hij die in een kalajdzic neer die, eigenlijk. Ja? Hij slaat die neer. In de, en dan is er... Één, de scheidsrechter die zegt, nee, dat is geen penalty. Ja, die kan het niet gezien hebben. En twee, een VAR die zegt, ça va. Ik vo, ik, ik was, is die, in order. Ik was die wedstrijd aan, aan het commentarieren gisteren en ik, op een bepaald moment zie de Simon Hooper naar de kant lopen. Ik dacht oké, okay, hij heeft iets gekregen van de VAR. Hij gaat de beelden gaan checken en hij gaat penalty <laughs> geven. Hij gaat naar Gary O'Neill en hij geeft die en heel. <laughs> dat is dan de nieuwe, de nieuwe regel. <laughs> ja. oh. Hoeveel mensen hebben al een heel gekregen dit weekend? Uh, goh. Ik heb ja, dat heb ook, ik, denk ik. Arteta? Klok, Arteta? Arteta in de dingen? Ja, nee, dat klopt niet, denk ik. Ik heb gewoon al veel, zijn ik er het wel we? dat er al veel zijn. Maar ja, dat is de nieuwe regel. Hè? Ja, net is... als, als die blessure trouwens. Dat moet de, wie dat de meeste kaart heeft van de managers. Ik denk dat de ZRB op opnieuw. Ja, dat wordt dan. wel bekend. <laughs> maar, en dan zou ze, Gary O'Neill zo gezegd al excuses hebben gekregen van ja, John, uh, Moss. John Moss. De baas van de refs hè? is in de kleedkamer geweest. Wat? Het, ja? Die is, die is direct na de match naar, naar de kleedkamer geweest van Wolverhampton. Die was misschien als supervisor. Hè? En is Anders. zich daar gaan verontschuldigen aan Gary O'Neill uh, voor het feit dat dat gebeurd is. Wie, wie was Howard, Howard Webster Web, nog niet Net daarna Michael Salisbury. En, Dezelfde vaar van in Brighton-Tottenham. Ja, voilà. Die, ja. Van die penalty Tottenham op Mitoma en die, zo. En die, dat Mitoma ja. gedoe ja. Vorig van vorig seizoen. Ja. Dat hij eigenlijk duw op Mitoma. Drie penalty's moet nemen in die match. Ja. Nee, en dan ook dat hij op zijn voet staat. Ja, ook. Heubjerg. Die toen niet gefloten is. Story. En dat was ook Salisbury die toen de VAR was. Storen jullie zich trouwens al aan de superlange blessure tijd Nee. Ik wel. Je hebt geen tijd... Allee, normaal zeg ik altijd een was in tussen twee matchen. Ja. Ja, jongen. Ja, nu gaat dat de niet meer. Premier League gaat zich niet aanpassen aan uw persoonlijk leven, hè, vriend? Maar nee, ik heb mijn persoonlijk leven aan de Premier League aangepast. Dat is het punt. Ja, ja dan moet jij je persoonlijk leven ja, Nee, nee, aan nee aan ze aanpassen. moeten gewoon blijven doen wat ze al die jaren nou al goed doen. Maar het is wat om... is dat, man? Meeroy, ik zit hier nu, ik moet eens ruiken aan mijn kleren die niet gewassen zijn. Ik weet het, ik weet het. Dat is de studio die zit dat gericht. Het is om een mentaliteitswijziging te krijgen bij de spelers dat dat soort dingen eruit moeten. Dat ze maar rapper moeten. Ik gaan denk doen. dat dat zinloos is, want dat gaat er altijd in zitten. Zo, ook, ook de presentators op Play Sports die hebben nu nog twee minuten waar ze normaal een kwartier moesten werken tussen ja, twee. Minuten. Dat we, is een zo chillend job geworden. Ze moesten nou van, van Arsenal, The Forest, omdat er al een half uur vertraging was, direct naar Everton Football. Dat is toch zo met vertraging, dus ja. Ja. Constant voetbal. Ja, ze gaan die uren toch nog een klein beetje moeten napassen. Maar dat kwam om de Arsenal te laten blijven. Ja, ja. Dus normaal gezien hadden ze er nog net wat meer tijd voor. was ook Thomas Frank die er al over klaagde. En dat is wel een mens dat ik serieus neem. Er zijn superveel mensen die erover klaagden. Omdat het verandert wel echt het spel helemaal. En Brentford is een ploeg, blijkbaar, dat die wel op bepaalde momenten beslissen om full druk te gaan zetten dus, en ze zo. Zij zijn slecht in toegevoegde tijd of zo. Ja, de match, als je aan de manier van Brentford speelt, qua hoog druk ja, zetten en vol een bak jagen en daar komen plots 10 minuten bij ja, dat het is je niet is een, een verschil tussen 90 en 100 minuten in de ja. wereld, hoor. Dus het is, en wat ik vooral raar vind, je weet het niet precies wat er gaat komen. Terwijl als je met een stop, een, 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 klok, ja, een, een klok die stopt en die zou werken... Ja. Dan weet je tenminste van waar het komt of zo. Terwijl nu heb ik het gevoel van. Maar je zegt, uh, ik ga nu even de advocaat van de duivel spelen. Had je gezegd van uh, uh, die tijd, je, je zet druk en je zet druk. Hè? Maar het feit dat er tien minuten bij komen is het wel het feit dat je in de match tien minuten geen druk hebt gezet, want dat er tien minuten niks gedaan is. Hè? Ja, ja. Dus dat is eigenlijk wel ja. Allee, een, een, een gevolg ja, het ook... van het feit dat er niks gebeurd is en dat jij ook niet had moeten lopen. Hè? Ja, zij moeten inderdaad ook gewoon hun persoonlijk leven aanpassen. <laughs> nog, ik wil nog snel West Ham meegeven, want die zijn wakker geworden op de transfermarkt. Zeker ja. en vast. Dus die app werkt. transferroom is. Uh... <laughs> maar we hebben wel al genoeg gezegd dat Man United echt wel baggers lijkt. Ja, ik denk het wel. Ja. Ah, okay. Moeten ze ah, nog man. niet allemaal onder de grond zeggen? Ah, okay. iets... Ze dus we krijgen week... nog. Volgende, Eén week op, volgende week op Spurs. Want, dus. want, want hij heeft Mason Mount echt niet vermeld. En oh, die was en slecht. Mis... Man. Ja, voilà. Oei, rot slecht. Maar die, die, die wordt niet juist gebruikt. Die is gewoon wel in een warme club te spelen waar hij jo, Chelsea, warme club. Door 50 teamgenoten. Dat is superveel vrienden. De meest koude club superveel ter wereld. Superveel vrienden. Ja, Harteloos. Moet... Ja, daar zat je elke keer in een andere kleedkamer. Right in B, jongen. West zijn is zwakker. Ja. Uh, ja. We hebben, wie hebben ze allemaal gekocht? James Ward-Prowse. Ward Daar zijn we fan van. Ja, top Alvarez lijkt mij nuttig. Top Alvarez, Alvarez van Ajax. top -transfer. Uh, Heel of, vet of filmpje trouwens van Ajax om zijn afscheid aan te kondigen. en uh, Maguire zit in de pijplijn, maar... Nog niet. Hij zit vast. <laughs> Hij wilde de draai. Hij dra zou dra United... de hoofd eerst moeten doen. <laughs> man United... Oh man, dat is hier weer een aflevering. Man United is, is akkoord. 30 miljoen. Uh, vinden ze een goede deal. Maar Maguire is nog niet akkoord op persoonlijk niveau. Ja, hij wilde draaien van richting, maar het is nog <laughs> altijd niet gebeurd. Nee, dus, uh, <laughs> ja. Ik snap het niet, want hij gaat, ik, als je alles hoort Allee. en leest van Ten Hag, ja, die moet hem niet. Maar dan, dan die snap je toch niet, niet als Maguire, kom op. Maar hij heeft op. wel gezegd: als je, als je niet wilt knokken voor je plaats, dan moet hij vertrekken, heeft hij gezegd. Wat een mooie kans. Ja, dus om nog een, een schop onder zijn kont te geven: hè. Van, kom jongen, weg ermee. Ja. Ofwel knop een keer voor je plaats. Ik was spe uh, spelen dat je. Doodvogeltje rond te lopen. Waar je altijd gaat spelen. Waar je, waar waar je twee de jaar kapitein deken. weer kunt zijn. Ja? Ook oh, man. <laughs> ja, nee. Ik geloof daar dan, echt ik in. Zie ik zie dan, ook een ik match. Zie een ja, ik zie een Fantasy Premier League. Want dat is ook weer begonnen. Ja. Op kop in de afpom challenge. <laughs> en we gaan Jelle die toch nog terug een challenge noemen? Ja, ja, lijkt me wel. Maar hè. Dat, blijven... dat, is, dat is makkelijk dat ze een brand worden. Ik ga daar bijna merchandising van beginnen. Bijna een doen, hashtag. Okay. Uh, Shell zal al wel sponsoren of zo. En we gaan ook fossiele stand. brandstofbedrijven. Je bij de stand? Uh, Jelle Tak met een indrukwekkende 96 punten. is de eerste koploper. En en de ik de sta eerste op 50 van België, man. De eerste rode lantaarn is Tim Wieland met 77. Daartussenin staan ja. ik en Jacob ergens. Hoeveel 1 uh, punt verschil? Maakt het nog vrij dicht op elkaar. Ga uh, me geen zorgen maken. Uh, de leider in ons algemeen klassement is... Uh, Jide. Tienpont. Jide Tienpont. Uh, met Redemption Season. Is er goed aan begonnen aan zijn Redemption Season? Ja. Met een indrukwekkende... 102 punten op speeldag 1, zonder, want er zijn wel al wat sloebers die al een triple captain of een benchboost hey, geprobeerd ja. hebben. Robin Verkas bijvoorbeeld, de slechtste benchboost dat ik ooit gezien <laughs> heb. Dat is echt schrijnend, jongen. Uh, bon, dat is een vriend van de show. Um, die was er ook op de NAFPOM. Was er ook op de nafpomp challenge. Uh, en, uh, misschien nog belangrijker, Moma Supreme. Ja. Uh, we hebben het vorige week gezegd: de maand had nog één week de kans om zichzelf bekend te maken. Uh, dat heeft hij niet gedaan. Dus ik, ik moet hier een nieuwe loten. Uh, dus uh, ik ga even uh, de, de lijst erbij nemen. Um, want ik heb ja. dat hier ergens op. Ik ga een nummerken trekken, want ik weet niet wie dat ja. wie is. Zal, de nummertjes heb ik hier in deze multifunctionele schoen gestoken. <laughs> Adidas ik, een Adidas, een van, maar wel Nee, Ik niet, het zien er goede schoenen uit. Maar ik vond geen potje, dus ik heb het daarin ja, gestoken. Daar zitten nummertjes 1 tot 9 in en op basis daarvan. Okay. Uh, uh, Komt er, komt er een maand winnaar? Het was trouwens zuur, want februari had een dubbele maandwinnaar. Het was een van die twee. Ja. Dat zuur voor die en andere die die maand normaal die er niet gewonnen had gekomen. Maar ik heb hem nu. He. Geen Schuil naam, maar een... ik heb wel een nummer voor jou. En die wint dus dit is een, een reis. Mag jij kieken? Wat heb ik gedaan? Ja, je moet dat... Een zes, zes of negen. Op ah ja, bij zes heb ik gezet. ondergezet. Ah, dan is het een negen. Oké, okay, dan is het de, de, de winnaar van mij, Bafana Bafana, Pieter Maas. Hola. Voilà. Pieter Maas, Bafana, Bafana, mag naar Londen, naar een voetbalwedstrijd. Hij moet eerst uh, Kicker Rush contacteren. Hij denk moet ik. ons contacteren. Als, hem dat, als er nu nog zo'n nezel is die dat niet doet, dan dat zou mij toch wel echt zijn. Dan gaan af. we zelf, en Dan mag jij dankzij Travel to Sports uh, een weekendje Londen inplannen. Oké. Okay. Mooi. Bedankt, Travel to Sports. Dat, ik ga die volgende Peter... week trouwens nog eens een keer bedanken, maar ik ga dat nu nog eens zeggen. <laughs> ja, sorry Teaser hè. spannend. Jan jij een uitsmijter? Uiteraard. Ha. In het seizoen kunnen we toch niet beginnen zonder uitsmijter. Ik had het heel kort houden. Ja. Uh, Jack Grealish heeft niet gespeeld van het weekend, dat was, dat was kopzorgen. Kopijn uh, <laughs> is... of kopzorgen? Nee, kopzorgen, want hij <laughs> zit met een verhuis. Hij is een verbouwing eigenlijk in zijn huis. En, en, en het kan niet volgens plan doorgaan, want uh, ze hebben nesten van uh, vleermuizen gevonden en uh, be beschermde vogels, waardoor hij niet mag doen wat hij wil. Voila, even meenemen. Ja. Jack Winnie zit in de miserie. Gaar, man. Dat was wel een van uw meest random uitsmetters dat goed al gedaan hebt. Ik vond dat goed. Okay. Ik vond dat opvallend. Okay. Dat je, ook al hebben honderden miljoenen op uw bankrekening staan, van je de kunt nog altijd af. last hebben van beschermde voor. Van de dieren blijft af. Gaia staat er. Ja. Staat er nog Gaia? Tuurlijk. Ik daar zo weinig van de laatste tijd. <laughs> dat is teken dus dat, dus dus dat, dat we goed bezig zijn. Dat is teken dat we goed bezig zijn. Ja, tot dat waar gaan poesen is, dan komen we die mijn stad in brand steken. Hé, Dit Oké, deze is de meest random uh, opmerking ooit. <laughs> goed, uh, merci, gasten. Graag gedaan. Uh, aflevering 2 uh, eigenlijk al van de seizoen 5 zit erop. Uh, volgende week zijn we er opnieuw. Ja, toch? Hè? Wij drie? Klopt. Hè? Op maandag? wij Dat drie, weet ik niet van buiten. Op maandag? <laughs> Verrassing. Normaal gezien op maandag, maar kan ook op dinsdag zijn. Oké? Okay? Cliffhanger. Okay. En uh, veel pech uh, bij de fantasy aan iedereen. Wil jullie nog meer zien van Kick and Rush of Friends of Sports? Klik dan hier.